eruit gestapt. Dat gaan ze aan de voorkant laten zien. Dit is onze auto. De ingang. En de zijkant van het huis, althans de slaapkamer of een van de slaapkamers. Oké, gaan we nu naar binnen. Lukt wel, lieverd. Heel veel eikeltjes op de weg. Omdat we hier in deze boom heel veel squirrels hebben. Die laten dan die eikeltjes op onze auto vallen. Of op het dak. Oké. Een hele lange gang. En dan hebben we hier de woonkamer met verhoogde plafonds en twee vensters. Woonkamer, computertafel, zwembad in de verte, wandmeubel en dan hier de keuken. Dit is weer de gang. Zelf op plattegrond opgehangen. En dan loop ik eventjes naar het zwembad. En zo zijn we weer bij het zwembad. Jerry is een krokodil. Red me! Red me! Hij ontsnapt! Ik heb hem hoor. Heb je hem? Hij is veilig. Oh, gelukkig. Ik heb hem onder controle. Wat doe je, Jerry? Lekker pannenkoekjes uit bakken. Oeh, lekker. Ja. Real American pancakes. Precies. Ja. Is het goed? Ja, is goed gaan. Hartstikke. Wanneer ga je appeltaart maken? Appeltaart? Nou, alleen als je netjes braaf blijft hoor. Oeh, dat wordt lastig. En als we thuis zijn, dan lunchen we lekker buiten bij het zwembad. Of we maken lekkere broodjes, of een salade, of een soepje. En zoals je ziet is het prachtig weer. Op dit moment. Maar ja, er komt ook een regenfront aan. Die doden heeft veroorzaakt met hurricanes in Louisiana en Mississippi. Dus dat komt ook deze kant op, maar voorlopig kunnen we nog eventjes genieten. Oh, daar ligt Snappy. Snappy is onze huiskrokodil. Is even uit het water gekomen. En die ligt hier ons huis te bewaken.